Dames en heren, goedenavond. Welkom. Het woord is allereerst aan de minister-president. Goedenavond. Zoals eerder aangekondigd heeft de ministeriële commissie crisisbeheersing zich vandaag gebogen over de vraag of een versoepeling mogelijk is van de intelligente lockdown van ons land. En ik zeg het maar ronduit, we staan daarbij voor duivelse dilemma's en daar heb ik ook zelf de afgelopen dagen enorm mee geworsteld. Ik moet vandaag dan ook meer dan gebruikelijk van uw tijd nemen om uit te leggen wat we wel hebben besloten, wat niet en waarom. Ik heb eerder gezegd dat alle maatregelen alleen geleidelijk kunnen worden teruggedraaid. Maar dan moet wel elk stapje duidelijk zijn, zodat mensen precies weten waar ze aan toe zijn. Waar staan we nu? Kort samengevat, de cijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen zijn hoopgevend. Maar de druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog. En de reguliere zorg moet ook zo snel mogelijk weer worden opgestart. Iemand met kanker heeft net zo dringend hulp nodig als een patiënt met ernstige coronaklachten. Maar die ruimte moet er dan wel zijn. De situatie in de verpleeghuizen is nog altijd zeer zorgwekkend. En let wel, dit virus raakt ons allemaal. Onszelf, onze ouders, andere familieleden, vrienden en collega's. En dat moeten we ons blijven realiseren. Want ondertussen vragen mensen zich af wanneer de economie weer van slot kan en hoe lang het nog duurt voor ze bijvoorbeeld weer naar opa en oma mogen. Naar de kapper, naar school of naar het terras. Ondernemers vragen zich af wanneer ze hun bedrijven kunnen opstarten. En hoezeer ik ook begrijp dat het ongeduld als het ware insluipt, we weten dat een snelle versoepeling er zou kunnen leiden dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken. Dan komt het virus als het ware in een tweede golf over ons heen. Met als gevolg nog meer druk op de mensen in de zorg. Meer slachtoffers. Nog meer uitgestelde operaties en behandelingen van mensen met andere ziektes. En dat willen we per se voorkomen. En dat vraagt van ons allemaal blijvend zelfbeheersing. Zelfbeheersing van ons allemaal in Nederland. Kortom, dit zijn moeilijke afwegingen. Maar zeker is wel dat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf. En daarbij hebben we, zoals vorige week uitgelegd, 3 criteria. Kan de zorg het aan? Zijn de meest kwetsbaren zo goed mogelijk beschermd? En hebben we genoeg zicht op de manier waarop het virus zich gedraagt? En natuurlijk spelen daarbij ook andere vraagstukken. Kan de samenleving het aan? Kan de economie het aan? Vragen die prangender worden naarmate de crisis langer duurt. En dat realiseren we ons dus ook. Maar dit is wel echt de volgorde. Eerst de volksgezondheid en dan de rest. We moeten ons goed realiseren dat we helemaal aan het begin staan van een nieuwe fase. Aan het begin, het prille begin van de weg terug. Een punt waarop meer onzekerheden zich voordoen dan zekerheden. En de kunst is dus dat we beginnen met maatregelen die het minste risico opleveren dat het virus toch weer om zich heen gaat grijpen. Alleen zo krijgen we op een verantwoorde manier meer bewegingsruimte in de 1,5 meter samenleving, letterlijk en figuurlijk. Op basis van de adviezen van deskundigen hebben we nu in een paar weken bereikt dat het virus zich nu aanzienlijk minder verspreidt en dat de druk op de zorg daalt. Dat hebben we samen gedaan, dat hebben we gedaan met 17 miljoen mensen. En dat moeten we dus volhouden. En daarmee, beste mensen, kom ik bij de besluiten die we vandaag hebben genomen en die wil ik samenvatten in 5 punten. Ten eerste het onderwijs. Het Outbreak Management Team adviseert dat de basisscholen,
het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderopvang na de meivakantie weer open kunnen. Geheel of gedeeltelijk. En dat advies nemen we over. De kinderen in basisonderwijs gaan om te beginnen de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen, de andere dag de andere helft. De ingangsdatum is voor alle scholen en opvangcentra 11 mei. De uitwerking zal per school om maatwerk vragen en overleg met de medezeggenschapsraad. En die ruimte willen wij de scholen ook bieden. De buitenschoolse opvang volgt het ritme van de scholen en is beschikbaar op dagen dat kinderen naar school gaan. De kinderdagverblijven, de gastouderopvang en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan helemaal open. We menen dat dit besluit verantwoord is. Uit alle gegevens die inmiddels zijn verzameld in Nederland en daarbuiten blijkt dat jonge kinderen minder snel besmet raken en dat het ziekterisico voor deze groep gering is. De anderhalve meter bij deze groep is sowieso niet realistisch. Het primair onderwijs en de kinderopvang hebben een lokale functie en dus legt deze maatregel nauwelijks extra druk op het openbaar vervoer en het interregionale verkeer. Een belangrijk bijkomend argument is dat deze maatregel het leven van thuiswerkende ouders gemakkelijker maakt. Een cruciale en harde randvoorwaarde is dat we de leerkrachten en het personeel in de opvang dezelfde testmogelijkheden geven als het zorgpersoneel. Dus bij klachten kunnen zij zich laten testen. Voor leerkrachten en personeel in de opvang die wegens ziekte in de risicogroep vallen, geldt dat ze uiteraard niet voor de groepen van kinderen hoeven te staan. We snappen de zorgen die er zijn en we willen daar op deze manier aan tegemoetkomen. En uiteraard geldt, leerkrachten en kinderen met klachten blijven thuis. In een aantal Scandinavische landen zijn basisscholen al open. We volgen nauwgezet hoe zich het daar, maar ook hier, ontwikkelt. En met die extra kennis wordt de stap naar het volledig openstellen van de basisscholen en de buitenschoolse opvang hopelijk in de komende weken, ergens in de komende weken mogelijk. Vooruitkijkend vragen wij het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden op een anderhalve meter school. En we gaan er vooralsnog vanuit dat dit vanaf 1 juni kan. Ten tweede, sport. Sport is natuurlijk voor ons allemaal waanzinnig belangrijk voor onze gezondheid. En vandaar dat we steeds hebben gezegd dat individueel sporten kan. Een rondje hardlopen, fietsen, een wandeling, het kan en het mag en het is goed voor iedereen. Zeker in deze tijd, nu we noodgedwongen meer aan huis gebonden zijn. Natuurlijk is gedwongen binnenzitten extra ingewikkeld voor kinderen en jongeren, voor wie de directe risico's van het virus kleiner zijn. Vandaar dat we hebben besloten dat kinderen in de basisschoolleeftijd, dus tot en met 12 jaar, vanaf 28 april weer in de buitenlucht in teamverband mogen trainen. Dat is de groep die nu ook als het ware al samen buiten speelt. Voorlopig blijft het bij trainen en onderlinge potjes, maar geen officiële wedstrijden, want die leiden tot reizen en meer contacten en dus tot een hoger verspreidingsrisico. Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd tot en met 18 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om buiten georganiseerd te sporten. Maar wel op anderhalve meter afstand en dus ook zonder officiële wedstrijden. Onderlinge potjes kunnen als die specifieke sport het mogelijk maakt om die anderhalve meter te handhaven. En steeds geldt van tot 12 jaar en van 12 tot 18, geen ouders langs de lijn, thuis douchen en verder je gezond verstand gebruiken. We vragen de gemeente om hierin de regie te nemen en samen met de lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van verenigingen. Ten derde, de evenementen.
Die gaan niet door tot 1 september. We verlengen dat besluit dus met 3 maanden van 1 juni tot 1 september. Dat doen we omdat we de risico's hiervan de komende maanden zeker niet aankunnen. En omdat we recht willen doen aan de behoeften, aan duidelijkheid bij de organisatoren. Dat betekent dit jaar dus geen pingpop, geen vierdaagse, geen zwarte cross. Het betekent ook definitief geen betaald voetbal tot 1 september. En ja, dat is zuur. Maar bij alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel, ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen. En ik hoop ook en ik verwacht dat mensen dat zullen begrijpen. Ten vierde, wat verandert er vandaag dus niet? En ik wil dat voor alle duidelijkheid kort benoemen. Voorlopig is uitoefening van contactberoepen, denk aan kappers, masseurs, nagelsalons, dat is niet mogelijk. De onzekerheden voor deze beroepen zijn nog te groot. De onzekerheid zit onder andere in de vraag of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, voor de contactberoepen nuttig en nodig zijn. Daarover krijgen we in de komende weken een breder advies van het Outbreak Management Team over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg. En daarna volgt een nieuwe afweging. Wat vooralsnog ook niet verandert, is de bezoekersregeling in de verpleeghuizen. Hier zit veel pijn en verdriet. En hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare ouderen in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen. We hebben deskundigen uit de ouderenzorg gevraagd ons te adviseren over hoe en wanneer een aanpassing van de bezoekregeling mogelijk zou kunnen zijn. En we doen dit vanuit het besef dat het volhouden van beperkt contact voor zowel de ouderen als de familie en vrienden heel zwaar is. Ten vijfde, voor alle duidelijkheid, de basisregels blijven ook na 28 april de basisregels. Blijf zoveel mogelijk thuis en werk ook zoveel mogelijk vanuit huis. Als je wilt sporten of boodschappen wilt doen, doe dat dan alleen. Maak van die boodschappen geen uitje met kinderen en vrouw of man. Houd 1,5 meter afstand. Als je verkoudheidsklachten krijgt, blijf je thuis. Als je daarbij ook benauwdheid of koorts ontwikkelt, blijft het hele gezin thuis. Was je handen zo vaak je kunt. Hoest en nies in je elleboog. Deze basisregels hebben ons nu gebracht waar we op dit moment zijn. Het punt waar we heel voorzichtig nu weer wat maatregelen kunnen versoepelen. En de spagaat waarin we nu komen, is dat elke versoepeling, hoe klein ook, nog meer zelfbeheersing, nog meer discipline en nog meer geduld vraagt van iedereen. Dus hou vol. Doe het voor elkaar en help elkaar. Dat is de enige manier om op een verantwoorde manier vervolgstappen te kunnen zetten. Wanneer dat het geval is, wanneer we weer vervolgstappen zouden kunnen zetten, is uiteindelijk afhankelijk van de vraag of we inderdaad met elkaar volhouden. Uiteindelijk is dit een virus. En het enige wat we zeker weten is dat dat virus kan overspringen op iemand anders. En dat als je die 1,5 meter in acht neemt, die kans veel kleiner is. En wat we ook weten is dat dat in de afgelopen maanden op zo'n schaal wel gebeurd is, dat we op dit moment bezig zijn om de capaciteit van de ziekenhuizen en de zorg weer onder controle te krijgen. Maar er is dus enige ruimte nu vandaag mogelijk. Vandaag verlengen we de maatregelen die we niet kunnen verruimen tot 20 mei. En we hebben dus de aanpassingen voor het onderwijs, voor de sport en de evenementen. In de week voor 20 mei volgt dan een nieuw beslismoment. En uiteraard houden we op alle fronten de vinger aan de pols en zullen we flexibel zijn als daar aanleiding voor is. Tot slot. Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest
bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Hoe groot en hoe ingrijpend precies, dat zullen we alleen met elkaar achteraf weten. Maar ik wil ook wel een persoonlijke noot aan toevoegen. Ik zei er in het begin ook al iets over. Ik heb hier de afgelopen dagen ongelooflijk mee geworsteld. Want ik wil zielsgraag kunnen zeggen tegen Nederland, er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng en gevaarlijk. Als je weet hoe op dit moment de cijfers zich ontwikkelen. Er zit een kleine verbetering in. Maar stel nou dat je een maatregel versoepelt, waardoor de zaak weer gaat pieken. Dat virus weer gaat golven door de samenleving. En die ontzettend fantastische mensen op onze IC's en ziekenhuizen te maken krijgen met nog meer werkdruk. Nog meer operaties worden uitgesteld. Dat willen we met elkaar absoluut niet. En tegelijkertijd gaat het niet alleen om de maatregelen die we hier vandaag bekendmaken. De paar versoepelingen en de maatregelen op de evenementen. Het gaat er ook om hoe wij met elkaar als samenleving ons in algemene zin houden aan de hoofdboodschap van de anderhalve meter, van het thuiswerken. Dat moeten we met elkaar zien vol te houden. Want we kunnen er heel filosofisch over doen, maar uiteindelijk als we dat niet doen, dan zal dat virus elke kans aangrijpen om over te springen van de ene persoon op de andere, mensen te besmetten en daarmee de risico's voor mensen uiteindelijk, soms ook met dodelijke afloop, die zullen dan weer toenemen. En dat was mijn worsteling en uiteraard van al mijn collega's in het kabinet in de afgelopen dagen. Wat kun je nu doen? Want de vrijheid van de een die mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Dat is in de kern het vraagstuk waar we voor staan. En dat is ook de afweging die we dus de komende weken met elkaar als land met 17 mensen zullen moeten blijven maken. En ik beloof u dat ik u steeds zal vertellen wat er in mijn hoofd zit, wat we weten, wat we niet weten en op basis waarvan we die afwegingen maken. Maar uiteindelijk kunnen we dit alleen met 17 miljoen mensen. In het besef dat achter de getallen die het RIVM iedere dag publiceert, dat daar mensen achter schuil gaan. Slachtoffers en nabestaanden, vaders en moeders, opa's en oma's. En dat besef vraagt om voorzichtigheid. Om voorzichtigheid, om spijt achteraf te kunnen voorkomen. En dat doen we samen. Dank jullie wel. Ik wil nu het woord geven aan Jaap van Dissel om ons wat meer te vertellen over de lopende onderzoeken naar kinderen. Dank u wel. Dames en heren, zoals de premier al aangaf, zijn er naar verhouding weinig kinderen gemeld met COVID-19-infectie, de nieuwe infectie, longinfectie door het coronavirus. Was het ziektebeloop bij die kinderen doorgaans mild? En bleek bovendien dat de overdracht van ziekte van kind op ouder eigenlijk minder vaak optrad dan van ouder op kind. Kortom, de rol van kinderen bij COVID-19-infectie lijkt beperkt. En ik wil u eigenlijk de komende paar minuten meenemen in een aantal van de onderzoeken die we binnen het OMT hebben besproken. Een aantal van uit het RIVM, om u te laten zien waarop de besluiten gebaseerd zijn. Wat doen we zoal in Nederland? Allereerst monitoren we in Nederland continu het aantal ziektegevallen van een heleboel andere ziektes, zoals binnen het Rijksvaccinatieprogramma, maar natuurlijk ook van de nieuwe ziekte COVID-19. En een van de dingen die al snel bleek, in overeenstemming met gegevens uit andere landen, is dat het aandeel kinderen met infecties binnen de totale groep eigenlijk beperkt is. In de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar, en eigenlijk nog meer uitgesproken 0 tot 12 jaar, zien we eigenlijk een gering aantal gevallen. Om u een voorbeeld te geven, we hebben nu zo'n ruim 28.000 gevallen in Nederland en daar zijn maar 211 gevallen vanuit die leeftijdsgroep. Dat betekent dat het maar 0,7% bijdraagt aan het totaal aantal ziektegevallen, terwijl natuurlijk die leeftijdsgroep wel ongeveer 20-22% van de bevolking uitmaakt. Dus kinderen zijn ondervertegenwoordigd binnen de ziektegevallen van COVID-19. En dat is niet een bevinding die alleen voor Nederland geldt. Ik roep u in herinnering dat dat ook in China gevonden is, waar het 0,9% uitmaakte. Maar ook Korea, Europese landen als Spanje en inmiddels ook de Verenigde Staten, waar de kinderen tot nu toe ongeveer 1,5% zijn. Dus kortom, kinderen zijn ondervertegenwoordigd in het aantal ziektegevallen. Wat doen we verder nog in Nederland? We hebben in Nederland het Nivel huisartsen pijlstationssysteem. Dat is een 40-tal huisartsen die ongeveer 0,8% van Nederland betreffen.
en die continu bijhouden hoeveel patiënten met griepachtige klachten bij hen komen. En dat houden ze, dat documenteren ze niet alleen, maar ze nemen ook monsters af. En binnen die monsters wordt op het RIVM bepaald, normalitair, of er bijvoorbeeld influenza, dus of er sprake is van griep. Maar sinds begin februari hebben we er ook het coronavirus aan toegevoegd. En daar hebben we natuurlijk enkele positieve bevindingen in gedaan, maar opmerkelijk was dat 137 bemonsteringen van kinderen die naar de huisarts gingen met griepachtige klachten, wat dus soms door coronavirus kan worden veroorzaakt, al die kinderen bleken negatief. Dus we hebben in het Nivel pijlstation geen positieve bevindingen voor kinderen. En dat is eigenlijk toch een belangrijke surveillance in Nederland, een manier waarop we een soort radar hebben op dit ziektebeloop. Dan andere voorbeelden. De GGD'en in Nederland die verzamelen gevallen van vermoedelijke en inmiddels bevestigde gevallen van COVID-19. En een van de opmerkelijke dingen is dat er geen enkel cluster gemeld is waarbij kinderen, kinderdagverblijf of scholen een rol speelt. Opnieuw een indicatie dat kinderen en kinderen onderling mogelijk niet zo'n grote rol spelen bij de verspreiding van COVID. Verder zagen we ook na de sluiting van de scholen eerder, en dat was medio maart, hebben we geen verandering gezien eigenlijk in het relatieve aandeel van kinderen op het totaal aantal gevallen. En als de schoolsluiting effect zou hebben gehad, omdat bijvoorbeeld tevoren op scholen verspreiding zou hebben plaatsgevonden, dan hadden we verwacht dat dat natuurlijk veranderde. En dat hebben we niet gezien. Opnieuw een indicatie dat kinderen mild getroffen worden. Dan hebben we op het RIVM een aantal onderzoeken geïnitieerd, die ook in de pers zijn geweest, en die zich met name hebben gericht op de overdracht binnen huishoudens. Die onderzoeken die hebben enige vertraging opgelopen, zoals u weet, maar we hebben daar toch behoorlijk wat gegevens al uit kunnen verzamelen inmiddels. En voor de duidelijkheid, die onderzoeken zullen ook doorlopen als de scholen opengaan, zodat we ook naar verschillen kunnen kijken ten gevolge van die schoolopening. Nou, die onderzoeken die toonden aan dat binnen die huishoudens kinderen opnieuw minder waren aangedaan dan volwassenen, geven een indicatie dat kinderen niet de verspreiders binnen die huishouden zijn, maar eerder de ontvangers van het virus van de volwassenen, en dat er ook tussen kinderen onderling binnen die huishoudens eigenlijk weinig verspreiding is aangetoond. Dat betekent niet dat die kinderen natuurlijk helemaal geen COVID-19 infectie hebben gehad. Dat hebben ze natuurlijk wel degelijk, soms ook in kleine clusters in het gezin. Maar we konden eigenlijk geen clusters identificeren waar het kind het zogenaamde indexgeval was. Met andere woorden, het eerste geval in het gezin, wat dan leidt tot verspreiding in het gezin. En uit de sequentie, dus uit de volgorde van de infecties, was eigenlijk altijd duidelijk dat die kinderen besmet waren door ouderen. Dan tenslotte misschien nog een onderzoek, en dat hebben we afgelopen weekend deels kunnen afronden. En dat is een vervolg van het zogenaamde Pinter-onderzoek. In Nederland zijn we gewend om elke paar jaar in de bevolking bemonsteringen te doen. Dat proberen we zo, wat wij dan noemen, het random mogelijk te doen. Dus door toeval te laten bepalen in welke stad we bemonsteringen doen. We proberen in totaal dan zo'n 10.000 personen daarvoor te interesseren. En die bemonsteringen van bloed, die gebruiken we om te kijken of de afweer tegen de vaccinaties in het Rijk Vaccinatieprogramma op orde zijn. De laatste keer, dat is een paar jaar terug, hebben we meteen al aangegeven dat we graag die personen opnieuw zouden willen benaderen als er een situatie zich voordeed waarbij bemonstering zou helpen, zoals natuurlijk momenteel. En we hebben afgelopen weekend bij de eerste zo'n 2100 monsters die we weer van dat Pinter 3 onderzoek hebben kunnen afnemen bij dezelfde personen als die eerder bloed hebben gegeven, bepaald of die personen geïnfecteerd zijn geweest met het COVID-19 virus. En wat bleek? We vonden ongeveer dat 3,6%, tussen 3 en 4% van de totale bevolking blijkbaar al in aanraking is geweest met het virus, want dat konden we aantonen door het feit dat ze antistoffen hebben gevormd. Niet zozeer omdat we denken dat antistof het enige is in de afweer, maar dat is wel een maat, een zogenaamde surrogaatmarker van die afweer. Dus dat in totaal in zo'n 3 tot 4%, maar in de jongste kinderen, kinderen tot 12 tot 18 jaar, vonden we eigenlijk maar 1%. En dat betekent opnieuw dat kinderen, dus kijkend vanuit de verschillende onderzoeken die we hebben, de surveillance, dat radar over Nederland, hoeveel kinderen krijgen de ziekte,
door binnen gezinnen te kijken, hoe is de besmetting van de ene op de ander. Ook door dat bevolkingsonderzoek, dat brede bevolkingsonderzoek te doen, we toch sterk de indruk krijgen dat alles in dezelfde richting wijst, namelijk dat kinderen minder vaak getroffen zijn, dat kinderen het eerder van de ouders oplopen dan het andersom teruggeven. En dat zijn natuurlijk belangrijke gegevens als je denkt over het weer naar school gaan. En we kunnen daar ook uit afleiden, menen we, dat als kinderen toch wat meer verspreiding zouden laten zien van het virus in de situatie van naar school gaan, dat de ziektebeelden dan mild zullen zijn en dat betekent dat de impact voor de zorg en ook de impact voor de kinderen en de gezinnen relatief gering zullen zijn. Kortom, we realiseren ons dat elke besluit over openen natuurlijk ingewikkeld zijn, maar we voelen ons zeer gesterkt door deze brede scala aan onderzoeken dat is uitgevoerd, wat allemaal erop wijst dat kinderen milde ziektebeelden hebben en over het algemeen minder lijken te worden getroffen dan volwassenen. Nu de scholen dan binnenkort open kunnen gaan, zullen we deze onderzoeken ook continueren. We hebben al even genoemd dat voor leraren er een laagdrempelige bemonstering zal plaatsvinden als er klachten zijn, conform de protocollen die we hebben voor zorgmedewerkers. En we zullen ook opnieuw dit onderzoek voort laten gaan en een aantal scholen proberen te interesseren om breder te vervolgen hoe de gevallen op de school zijn, hoe gevallen eventueel bij leraren zijn. Kortom, het blijft een tijd waarin we ook weer willen benadrukken, ook op de scholen, hoe belangrijk het is dat zieke kinderen niet naar school gaan. Dat we zorgen dat de hygiëne op de scholen op orde is. Maar het Outbreak Management Team, de leden daarvan, hadden op grond van de onderzoeken het vertrouwen dat dit een verantwoorde en goede maatregel is om nu te adviseren aan het kabinet. En daarbij wilde ik het laten. Dank u wel. Dan gaan we over naar de live-uitzending. NOS. Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens 3 weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Het virus. Het virus. Wij zijn niet beschermd tegen het virus. Er is geen vaccin. Dat betekent dat als iemand het oploopt en hij geeft het door aan een ander, dat kan betekenen dat mensen ernstig ziek worden, dat ze gebruik moeten maken van het ziekenhuis. Op dit moment in de ziekenhuizen wordt ontzettend hard gewerkt. Er zijn heel veel operaties uitgesteld. Kankeroperaties, andere operaties die je niet eindeloos kunt uitstellen. Dat leidt ook tot sterfte. Dus het eerste wat ons te doen staat is ervoor te zorgen dat die druk op de ziekenhuizen dat die verder afneemt. En die is nog steeds gigantisch. Als het virus nu zou gaan rondwaren weer opnieuw, zoals dat gebeurde, begin maart en de weken daarna, en je hebt niet een IC met 0 mensen met COVID erop, corona zoals toen, maar nu op dit moment 1100... en je weet dat die capaciteit toen überhaupt maar 1100 IC-plekken was, dan kan de zorg dat niet aan. En sterker nog, dan worden al die andere operaties weer uitgesteld. Dat is één belangrijke reden om dit te doen. We weten daarnaast dat als we nu zaken meer vrij zouden zeggen tegen Nederland, we kunnen weer meer doen, dan gaan we ook weer meer de straat op. Dan gaan we meer het openbaar vervoer in. Dan botsen we ook sneller tegen elkaar op weer in de samenleving, met alle risico's dat het virus wordt overgedragen. Dus we moeten dit heel zorgvuldig doen. We moeten dat echt steeds doen als het kan. En op dit moment is dit het maximale wat kan. Ik stond hier vorige week nog een pleidooi te houden voor de 1,5 meter samenleving. Mensen houden afstand, bedrijven richten zich anders in. Er is nu toch gewoon veel meer mogelijk dan nu het geval is. Kijk, waar we naar kijken natuurlijk met de deskundigen is wat gebeurt er als je iets verruimt. Als je iets verruimt, leidt dat tot meer mensen op straat, tot meer verkeer. Stel, kijk, er wordt ontzettend hard gewerkt in sectoren aan de 1,5 meter samenleving. Ik dacht, bioscoop en anderen hebben al helemaal nagedacht hoe zou zo'n bioscoop eruit moeten zien. En dan zegt zo'n bioscoop tegen mij, of tegen Erik Wiebes, we hebben het rond, waarom mogen we nou niet open? En dan zeg ik, kijk, als je open zou kunnen, dan heb je dat protocol nodig. Want dan is het belangrijk dat je zelf weet hoe je aan die overheidsopdracht van die 1,5 meter houdt. Dat protocol is van jullie. We helpen graag mee om te stimuleren dat ze er komen. Uiteindelijk is dat van de bioscopen of van welke sector dan ook. Maar dat kan pas het openmaken als je ook weet dat in de samenleving de druk op die zorg en de druk op de systemen en de risico's van het weer opflikkeren van het virus afneemt. Ik had zaterdag Angela Merkel lang aan de lijn hierover. In Duitsland staat precies voor dezelfde afweging. En ze heeft het ook, dat is ook maandag naar buiten gekomen uit een telefoonconferentie ze had met CDU-mensen in Duitsland. Wij deelden onze zorg. We zeiden, we voelen ons natuurlijk zeer verantwoordelijk voor ons land.
Je zou dolgraag de zaak verder willen versoepelen, maar het kan simpelweg op dit moment niet. Want als je dat nu meer zou doen dan we nu doen, en voorzichtig ook met elkaar blijven kijken de komende weken wat er verder kan, je zou het nu te snel doen, dan gaat dat virus weer door je land golven. En dat is wat ik net ook zei, dat was mijn agony, de stress die ik voelde de afgelopen dagen, van wat kun je nou wel doen, wat kun je niet doen. Nou, natuurlijk kijk je heel goed naar wat de deskundigen zeggen. En dan kunnen we met elkaar deze stap nu zetten. En dat is belangrijk, maar ik moet het heel voorzichtig doen. Maar als het met dit tempo gaat, hoe lang gaat het dan volgens u nog duren? Dat ligt niet aan mij. Dat hebben we met z'n allen in de hand. Op straat zie je het weer drukker worden. Dat hoeft niet een probleem te zijn als iedereen op straat zich aan die anderhalve meter houdt. Maar het risico, als mensen zich minder houden aan het advies, blijf zoveel mogelijk thuis. Werk zoveel mogelijk thuis. De straat op gaan. En misschien omdat ze met de beste wil van de wereld die anderhalve meter willen handhaven tegen elkaar opbotsen. Of weet ik veel. En in de zorg is nog zoveel druk op onze ziekenhuisbedden, op de IC-bedden. En dat zou weer leiden tot nieuwe uitbraken. Dan is er een gigantisch probleem wat we op dat moment hebben. Want dan kan die zorg dat al helemaal niet aan. En de mensen die werken, die lopen al op tandvlees. Want die hebben al een ongelooflijke klus gedaan van schoonmakers tot en met verpleegkundigen en artsen om die ziekenhuizen op te schalen. Hetzelfde in de ouderenzorg. En dus als je daarnaar kijkt, dan kun je dat pas doen als die druk op die zorg wat afneemt, als we meer zicht hebben op het virus, daar nog meer van weten. En dat moeten we dus iedere keer doen, fasegewijs. Nou, dit is nu een stap die we kunnen zetten. Dit is echt een verruiming. Meer sportmogelijkheden, meer onderwijsmogelijkheden. Ik ben blij dat dit nu kan. En we kijken de volgende weken heel precies aan de hand van de cijfers wat er verder kan. Even een vervolgvraag op Jaap van Dissel hierover. U heeft altijd eigenlijk gezegd, een versoepeling kan alleen als de IC's minder vol liggen, er genoeg getest kan worden, er geen overbelasting is van de zorg. Strookt deze versoepeling dan niet in tegen uw eigen beleid? Nee, ik wil juist benadrukken dat waar we nu tegenaan kijken is een situatie waarin het allemaal wat beter lijkt te gaan. Maar we moeten niet vergeten dat onze IC-collega's, verpleegkundigen, artsen en de hele groep in de ziekenhuizen, die hebben gewoon voor 200% gewerkt de afgelopen maanden. Ik bedoel, die moeten een periode krijgen waarin het minder wordt, waarin ze de kans krijgen om te herstellen. En dat is nu nog niet zo. We zitten net over de top van de piek heen. Dus ik denk dat het echt onverantwoord zou zijn om sneller te lopen dan nu is voorgesteld. En we moeten ons ook realiseren dat een groot deel van Nederland misschien heeft thuisgewerkt, maar deze personen werken shifts van 12 uur per dag. En dat doen ze al maanden. Die hebben gewoon tijd nodig om te recupereren, zoals dat heet, te herstellen. En ik denk dat die periode ze gegund is. Dus ik denk dat het te snel zou gaan om nu dat los te laten met het risico dat we straks nog veel meer IC-belasting hebben. Maar u staat wel achter deze versoepeling? Ja, uiteraard. Ja. RTL. Ja, meneer Rutte, toen de scholen moesten sluiten, was eigenlijk niet alleen de reden daarvoor, was niet alleen van we weten niet hoe het onder kinderen verspreid is. Een van de redenen was ook, er was heel veel onrust onder leraren. Wij willen niet dienen als proefkonijnen, zeiden ze eigenlijk. Denkt u dat dat nu heel anders is? Nou, niet heel anders, maar het is wel anders. Er is natuurlijk meer inzicht, hè? Dus we hebben toen gezegd, de scholen zouden open kunnen blijven, maar de samenleving stemde anders. De samenleving stemt soms bij de stembus, maar soms maakt de samenleving op een andere manier haar of zijn opvattingen duidelijk. En dat gebeurde toen. Ouders hielden kinderen thuis, leraren gingen niet naar school. Er is toen gezegd, we gaan dingen onderzoeken. Er lopen nu heel veel onderzoeken, daar heeft Jaap van Dissel net over verteld. We hebben inmiddels ook meer inzicht in wat er in andere landen gebeurt, zoals Scandinavië. Dat blijven we ook volgen, we blijven zelf ook onderzoeken doen. Dat zullen ook langlopende onderzoeken zijn waarbij je op bepaalde momenten kunt zeggen, nou, ik heb nu zoveel inzicht. De RIVM zegt nu, we hebben nu inmiddels zoveel inzicht dat wij deze stap aandurven. En ik vond ook, Van Dissel heeft het net toegelicht, de risico's bij kinderen. En daarom denken we dat dit echt een verantwoorde stap is. Maar eigenlijk, op het moment dat die scholen moesten sluiten, zei u ook al dat die verspreiding onder kinderen niet zo groot was. En dat noemde u ook als reden dat die scholen niet hoefden te sluiten. Die leraren die hebben nog steeds het idee, wij worden hier onderdeel van een lopend onderzoek. Wij moeten wederom dienen als proefkonijn. Nee, dat zou ik zo niet voelen. Kijk, want op dat moment was het op basis van opvattingen bij de deskundigen in Nederland op basis van heel veel dingen ook die in het buitenland gebeurden, bijvoorbeeld in China. Inmiddels weten we natuurlijk veel meer. Hè. RIVM doet nu ook onderzoek in Nederland zelf. Dat was ook een van de toezeggingen die we toen gedaan hebben na dat weekend toen de scholen dichtgingen. Er is ook meer te volgen onderzoek nu in andere landen. Nou, precies zoals Jaap van Dissel net toelichtte. Dus het is echt een andere situatie. Er is nu veel meer onderbouwing van dat standpunt. En ik denk nog steeds dat wij toen het goede standpunt hadden, maar de samenleving volgde dat niet. Dat kan in zo'n crisis. Dat vind ik ook democratie. Dat je dan als kabinet zegt, oké, dan gaan we daarin mee. Maar ik
Ik heb de hoop en de verwachting dat we nu kunnen laten zien, op basis van wat Jaap van Dissel net verteld heeft en alle deskundigen, dat we echt ook nu veel meer vaste grond onder de voeten hebben om die opvatting ook te substantiëren. Oké, okay. Een andere vraag dan nog. U had het al even over de bezoekersregeling voor verpleeghuizen. Maar er is ook heel veel onrust onder mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Kan daar nog iets versoepeld worden? Ja, wat we daar zeggen is natuurlijk, zou het nou niet beter zijn om heel precies te kijken bij kwetsbare ouderen buiten de verpleeghuizen? Of je niet moet zeggen, joh, dit zijn de één of twee familieleden, mantelzorgers die daar naartoe gaan, dat je dat meer toespitst. Dus dan is het inderdaad zo, mensen die dus inderdaad een kwetsbare ouderen hebben in hun omgeving die thuis woont, één of twee mensen in die omgeving. Dat is best. Dat is iets wat advies wat nu in het OMT zit en dat nemen we ook over. Ja. Oké. Hier in het midden. Ja, ik begrijp dat bij het, meneer Van Dissel, bij het Outbreak Management Team er wat discussie was of de basisscholen helemaal moesten opengaan of deels. Waar zat de twijfel? Nou, ik denk dat de belangrijkste twijfel zat. We hebben natuurlijk ook gekeken wat er in de andere landen gedaan wordt en wat er gebeurde. En we zien in de meeste landen dat men kiest voor een zorgvuldige opbouw. Met andere woorden, in kleinere groepen kijken wat er gebeurt. En als blijkt dat dat goed kan, doorgaan naar een volgende fase om uiteindelijk hopelijk zo snel mogelijk met een volle school weer te zitten. En we vonden het eigenlijk gewoon een goed idee om dat mee te nemen in hoe wij er tegenaan kijken. In Scandinavische landen zijn die scholen deze week eigenlijk al open gegaan. Ook vaak met een halve bezetting van kinderen in ieder geval, dus met kleinere groepen. Daar ook wordt uiteraard ook gekeken wat de effecten zijn. En wij dachten, nou, dat is gewoon een goed idee om dat te volgen. Dan kunnen we onze onderzoeksresultaten straks tegen die van hen leggen. We hebben veel contact met de Scandinavische collega. En dat geeft ons gewoon meer zekerheid. Maar met name denk ik ook de ouders en de leraren, dat we het op een hele zorgvuldige wijze en veilige wijze willen opstarten. Ja, want meneer Rutte, was het eigenlijk wel waard om de scholen, de basisscholen, 6 weken lang dicht te houden? Nu blijkt dat die kinderen zo'n kleine rol spelen bij corona. Ja, u kent onze opvatting erover. Wij wilden niet de scholen sluiten. Maar ik zei het net tegen een collega van RTL, we hebben in Nederland een democratie. En in zo'n crisis die zo groot is, die je met z'n allen moet runnen, als land met z'n allen proberen om zo goed mogelijk doorheen te komen, doe je dat ook 17 miljoen mensen. En dan kan een regering wel zeggen op basis van advisering de scholen kunnen open blijven. Maar als dan de ouders, de kinderen thuis houden, de leraren niet komen, dat was de situatie natuurlijk half maart, dan heb je daar natuurlijk ook mee te maken. En geldt de leerplicht zo direct ook? Nou, weet u, mijn verwachting is dat heel veel ouders het zullen doen. Ik denk dat scholen het beste zou zijn in eerste instantie, als er dan toch nog bij ouders zorg is, of bij bepaalde leerkrachten, dat die school zelf daarmee in gesprek gaat. En gaat zeggen, joh, kijk, zo doen we dit, dit zijn de adviezen, et cetera. Ik geloof niet dat we in deze fase van de crisis dat het erg behulpzaam is om nu de onderwijsinspectie hier, of de leerplichtambtenaar hierop af te sturen. En toch kort nog over de zorgen van de leraren. Dan zijn er bijvoorbeeld ook leraren die een partner hebben die in een risicogroep zitten. Hoe gaan die leraren, moeten die nog wel naar school gaan dan? Nou kijk, voor de leraren zelf die in een risicogroep zitten geldt werk vanuit huis. Ga in ieder geval niet voor de groep staan. Misschien kun je op school administratief werk doen. Heb je nou een partner, dan geldt er hetzelfde eigenlijk als in de gezondheidszorg. Bespreek dat met je baas. Bespreek dat met de school. Bespreek dat eventueel ook met de huisarts en de GGD. Of in jouw geval werken mogelijk is. Telegraaf. Ik heb een vraag die daar wel op aansluit, want er staat specifiek iets in het OMT-advies over kinderen met diabetes en kinderen met obesitas. Daarvan is niet zeker wat het effect van COVID op hun is. Moeten dikke kinderen dan wel naar school, kinderen met diabetes? Uiteraard hebben we in het OMT ook vertegenwoordiging gehad van de kindergeneeskunde. De kindergeneeskunde heeft COVID natuurlijk ook goed op het oog, op het netvlies zoals dat heet. En hun advies was, en ook hun opvatting, dat er eigenlijk onder kinderen weinig argumenten zijn om bijvoorbeeld hier aparte acties op te zetten. Dus zij vonden dat er onder kinderen, in tegenstelling tot natuurlijk kwetsbare oudere groepen, eigenlijk geen hele specifieke risicogroepen waren die rechtvaardigen dat je daar allemaal apart naar kijkt. Een andere vraag. Er was in het OMT ook geen consensus over het gebruik van mondkapjes buiten de zorg, las ik. Meneer Rutte, moet dan niet het voorzorgsbeginsel gelden? Hè? Als je het niet zeker weet, dan moet je het maar gewoon doen. Als je het niet zeker weet, moet je 1,5 meter afstand houden.
En dat is de hoofdregel. Als je anderhalf meter afstand houdt, is een mondkapje sowieso niet nodig. En dat is echt de veiligste maatregel. En blijf thuis als je thuis kan blijven. En werk vanuit huis als dat enigszins kan. Maar blijf zoveel mogelijk thuis. Werk vanuit huis. Houd anderhalf meter afstand en alle andere gezondheidsadviezen. Specifiek over de mondkapjes heeft het OMT gezegd. We gaan de volgende, komende weken opnieuw daarnaar kijken. Mede ook tegen het licht, in het licht van wat is er wel of niet nodig bij contactberoepen. Ik vind het eigenlijk ook wel heel goed als mensen met deze professionaliteit af en toe eens even botsen. Misschien een meningsverschil hebben. Dat geeft mij wel een rustig gevoel. En dat ze dan iets meer tijd nemen voor zo'n besluit vind ik niet verkeerd. En intussen zeg ik tegen de samenleving, de hoofdregel blijft anderhalve meter afstand. En als je dat doet, dat is de beste bescherming. Ik ga even hier naar voren. Ja, mag ook eerst. Ja. Meneer Rutte, vorige week had u het over 5 voorwaarden om te kunnen versoepelen. Nu hoor ik u er 3 noemen. Zijn er 2 afgevallen? Nee, ik heb vorige week deze 3 genoemd. Een paar weken geleden was er het OMT-advies. En dat heeft ook gezegd de verspreiding van het virus. Dat blijft natuurlijk heel bepalend. Dus dat is een soort een overriding, een alles overstijgend belang. Hè, dat die verspreidingsgraad onder de 1 ligt. Want dan weet je dat in ieder geval de verspreiding langzamer gaat. Nou, die ligt in Nederland, lijkt het nu onder de 1, maar het risico is natuurlijk, dat is exact mijn zorg deze dagen bij deze besluitvorming, dat als je het niet verstandig doet, dit soort maatregelen in combinatie met het gedrag in de samenleving, dat je ook weer boven die 1 kunt komen en dan gaan de ziekenhuizen weer volstromen. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere die het OMT ook nog noemde bij die 5 die ik nu niet genoemd heb, is dat je ook op samenlevingsniveau wilt zien hoe dingen lopen. En de andere 3 zijn in staat zijn om bron- en contactonderzoek te doen, de bescherming van kwetsbare ouderen, et cetera. Ja, op samenlevingsniveau kunnen zien hoe de ziekte zich verspreidt, daar zou een app voor komen. Hè? Daar gaat een en ander mis. Dat geloof ik niet hoor. Er is, ik zie wel dat iedereen er heel heftig mee bezig is, maar volgens mij gaat dat juist goed. Want dit is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk met heel grote zorgen. Dus er is die... de selectie geweest vorige week. Er is dit weekend ontzettend hard gewerkt om verder te kijken hoe het zit. Er is heel veel informatie uitgekomen. En wat we nu gaan doen is ervoor zorgen dat we precies preciseren wat de epidemiologische eisen zijn voor de GGD. Want in feite gaat het natuurlijk om bron- en contactonderzoek, wat anders de GGD doet, wat je met die app doet. Het samenbrengen van de juiste mensen in een team om te werken aan een oplossing, open source als eis. Het verder waarborgen van de dingen die we genoemd hebben, de informatieveiligheid, de privacy, de nationale veiligheid en de grondrechten. De gedragswetenschappelijke begeleiding, dus er wordt nu een volgende stap gezet. Dus deze stap was nodig. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd, verder getrechterd en we gaan nu de volgende stap zetten. Ja, is de volgende stap of wordt er opnieuw begonnen? Want er is de een naar de ander vernietigend rapport is verschenen na aanleiding van afgelopen weekend, hè, over het waarborgen van privacy, over die open source, over de bronnen die wel of niet geopenbaard werden. Dus, kunt u spreken van de volgende stappen? Ja, kijk maar, als je in 1964 een krantartikel zou schrijven over de reis aan de maan, dan was die ook niet positief geweest. Die was pas in 1969 positief. Nu hebben we hier geen 9 jaar, we hebben hier heel beperkte tijd, want we willen zo snel mogelijk dat onderzoek. Maar we zijn nog niet in 1969. We bouwen dat in stappen op. En de belangrijke stap is nu gezet, dat is de trechtering. Dat is ook verder nu de bijeenkomst van het weekend waarin specialisten er verder naar gekeken hebben. Maar we zijn er gewoon nog niet, maar dat wisten we ook. Dus als dan nu allerlei deskundigen zeggen, ja, maar hoe zit het met de privacy? Ja, hoe zit het met dit of met dat? Dat snap ik. Want dat is allemaal nog niet af. Maar we doen het natuurlijk heel transparant en open met alles en iedereen. Zoals we proberen deze hele crisis met elkaar te leiden met 17 miljoen mensen. En niks achter te houden. Dus dat doen we hier ook niet. Maar uiteindelijk wat je wilt is niet heel ingewikkeld. Dat is wat de GGD normaal doet. U krijgt een of andere vervelende ziekte. En we willen weten wie heeft u de laatste tijd gezien. Nou, dan gaan we met u praten, wie heeft u gezien? En die mensen krijgen bericht, u heeft die mevrouw gezien, die heeft een vervelende kwaal. U zou dat ook kunnen overdragen nu. En dat is wat de GGD doet. Maar het heeft nu een schaal dat de GGD dat niet kan doen. Dus dat doe je met een app en die moet je ontwikkelen. Nou, dan wil niemand dat ik in die app kan kijken of Hugo de Jonge of wie dan ook. Dus dat moet je regelen. Iedereen wil dat onderliggende materiaal technisch en technologisch voor iedereen inzichtelijk is. Dus dat zijn we allemaal aan het doen. Maar je hebt hem wel nodig, denk ik, om uiteindelijk dat GGD-onderzoek op deze schaal goed te kunnen doen. En we zijn ook niet de enige in Europa die het doet. Hè? Kan het ook zonder? Nou, ik denk dat dat lastig is, omdat je dan... Ik niet helemaal zie hoe je dan op deze schaal... Dat kan ik niet helemaal overzien. Mijn beeld is dat die app wel echt heel erg belangrijk is. We gaan vooraan. Meneer Rutte, u zei dat het voortgezet onderwijs per 1 juni weer open kan, naar verwachting. Wat betekent dat voor de zomervakantie? Moeten de scholieren dan
door om het achterstallig werk... Het is niet voorzien. Voorzien is nu dat ze vanaf 1 juni open gaan tot de zomervakantie. En dan nog een tweede vraag. Heel veel grootouders vragen zich natuurlijk af... kan ik mijn kleinkind nog wel zien en omhelzen? En bieden deze nieuwe inzichten met betrekking tot de besmetting van kinderen? Ik zou bij oude kwetsbare mensen de risico's echt niet nemen. Ja, kun ik jij niet zoveel zeggen. Maar de lijn is echt... ik zie op mijn straat dat kleine kindjes nu bij opa en oma langskomen of opa en oma bij de kinderen. En op grote afstand zwaaien, iets voor de deur zetten, facetimen. Het is één doffe ellende, dat zie ik ook wel. Maar ja, weet je, als zo'n kindje dan toch op een of andere manier iets overdraagt, ja, je wilt het risico niet lopen. Zeker bij kwetsbare ouderen. Maar misschien kan Jan het iets over. Nee, zeker. Ik denk dat wat we in verpleeghuizen zien, in tegenstelling tot de situatie daarbuiten, is gewoon dat er nog steeds te veel nieuwe gevallen bij komen. Daar is gewoon nog geen afvlakking van de curve die we wel buiten verpleeghuizen zien. En dat betekent dat je toch hele grote risico's loopt, zoals aangegeven, als we dat nu ook al verder openzetten. Dat moet eerst beter onder controle komen. Dat geldt dus ook voor grootouders in de leeftijd van, laten we zeggen, 55, 60, 65. Ja. Dat zou ik even moeten nakijken. Volgens mij is het advies er heel specifiek over. Want eigenlijk is dan ook de boodschap... Dus niet dat je grootouder bent, volgens mij is de leeftijd daar bepalend. Maar dat zouden we even moeten nakijken. Maar dat is eigenlijk dus ook de boodschap dat voor grootouders geldt dat zij misschien wel tot er een vaccin is, hun kleinkinderen niet... Jongens, we kijken steeds 2-3 weken vooruit. Meer hebben we niet. We varen op zicht. Er is geen route, er is geen tom-tom waarin staat waar de volgende straat precies is. We varen op zicht. Dat doen we als samenleving. Jaap en ik, Jaap van Dissel en ik en Hugo de Jonge zullen steeds en Martin van Rijn met jullie delen wat we weten, wat we niet weten, wat we denken dat verstandig is als land te doen op basis van wat we wel weten. Maar dit is vooruitkijken wat we niet kunnen. Dat weten we niet. We gaan langzaam naar een afronding toe. We gaan achteraan beginnen en dan nog een paar mensen. Achteraan eerst. Ja, even naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Merkel namens BNR. Die zei eerder, dus als die besmettingsgraad, de reproductiegraad er boven de 1 komt, ja, dan aarzelen wij niet om die maatregelen weer terug te draaien. Nee, wij ook. Dus dan kunnen de scholen gewoon weer dicht. Ja, maar ook andere dingen. Jongens, uiteindelijk, het is heel ingewikkeld, maar ook weer simpel. Het is een virus onder ons, dat kan overspringen op een ander. Als je 1,5 meter afstand houdt, is die kans heel klein. En dat kan ontzettend ellendige gevolgen hebben. Sommige mensen worden lichtziek, maar er zijn, kijk naar de IC's... De hele bezetting is normaal 1150, nu liggen er 1100 mensen, op de piek nog 250 meer, met alleen al deze ziekte. Dus dat betekent dat we steeds kijken hoe ontwikkelt het zich in die zorg, in het inzicht in het virus, de ouderen, dus die drie ankers die ik noemde. Maar zou het zo zijn dat dingen ineens verslechteren? En daarom doen we het ook zo voorzichtig. Je doet liever nu voorzichtig dat je niet spijt hebt. Maar het zou natuurlijk altijd kunnen zijn dat een maatregel die wij nu nemen of niet hebben genomen, leidt tot meer verspreiding. Dat denken we niet, we doen het zo voorzichtig mogelijk. Maar ook het gedrag van de samenleving als geheel, hè, onze zelfbeheersing, om zoveel mogelijk thuis te blijven, zoveel mogelijk thuis te werken, niet naar de winkel gaan tot een uitje te maken, maar in je eentje te doen. Daar ook afstand te houden. Al die zaken, naarmate we ons daar beter aan houden, is die verspreiding waarschijnlijk onder die 1. Maar doen we dat minder goed, dan gaat hij boven de 1. Dat hebben we met z'n allen in de hand. Dat is niet Mark Rutte die dat virus bij de grens tegenhoudt. En dat virus pakt ook niet een rugzakje en loopt boos weg. Ze motten ons hier niet. Dat virus heeft geen emotie. Dat springt gewoon over op andere mensen. Als je niet aan die 1,5 meter houdt. Zo simpel is het. Ja. En hoe zit het met die app? Is dat nou een harde eis of niet? Ja, het OMT is daar duidelijk over. Dat heeft tegen ons gezegd. Wil je dat bron- en contactonderzoek goed kunnen doen, dan is dit hulpmiddel wel heel erg belangrijk. Want het gaat natuurlijk om een grote schaal. Je wilt een aantal dingen. Je wilt testcapaciteit verder vergroten. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Daar wordt heel hard aan gewerkt. En die is nu op een niveau dat we ook de leraren nu in hetzelfde systeem kunnen brengen als het zorgpersoneel. Maar daarnaast wil je ook echt, als iemand het krijgt, zo goed mogelijk inzicht hebben van wie heeft hij het, nou niet zozeer, ja, wie heeft hij de laatste tijd gezien en kan het ook hebben. Want we en daarom is de app wel heel belangrijk, want die GGD kan niet meer al die, ja, misschien in Groningen nog, waar weinig besmettingen zijn, maar in Zuid-Holland of Limburg of Brabant is dat echt niet mogelijk. Want we kijken naar de week voor 20 mei, dan weten we dus of we al die bedrijven wel open kunnen. En als we dan nog geen app hebben, is dat een probleem? Nee, dat is niet, het is niet zo zonder die app dat dan die bedrijven, nee, zo werkt het niet. Het is niet, kijk, en heel veel bedrijven zijn open in Nederland. Hè. De meeste bedrijven zijn open. Wie zijn er gesloten? Dat zijn de contactberoepen. En dat zijn de cafés en restaurants en de bioscopen. En nog een paar sectoren, sportscholen, sauna's, et cetera, de seksindustrie, dat is allemaal dicht. Maar heel veel bedrijven zijn natuurlijk op dit moment wel geopend. Maar dan geldt nog steeds 1,5 meter, werk zoveel mogelijk thuis, blijf überhaupt zoveel mogelijk thuis. Okay, we gaan naar het AD. En
Meneer Rutte, er sneuvelen op dit moment horecabedrijven die nog geen perspectief hebben om open te gaan. Wat kunt u tegen bedrijven zeggen die de horecabedrijven die de anderhalve meter economie op orde hebben, kunt u ze enig perspectief bieden? Nou, het helpt dat zij hun eigen zaakje voor elkaar hebben. Dus dat ze hebben nagedacht, stel dat het kan, hoe gaan wij dat dan in onze sector handhaven? Of dat nou de bioscoop is, of een terras, of een horecabedrijf, dat helpt. Maar het misverstand wat ik wil wegnemen is dat omdat een sector zelf heeft nagedacht, hoe handhaven we de anderhalve meter, dat dan dus die sector open kan. Want er spelen twee andere zaken dan eerst, namelijk, hoe zit het met die druk op de gezondheidszorg? Hoeveel risico kun je nemen dat doordat er dan toch meer verkeer op straat komt, mogelijk dat virus zich sneller verspreidt met het risico op weer pieken in de ziekenhuizen, kwetsbare ouderen. Dat heeft dus te maken met dat zicht op de verspreiding van het virus, die drie ankers. Het tweede is, je hebt ook te maken überhaupt met hoeveel ruimte is er op straat, hoe organiseren we in de steden ook de verdeling van die ruimte. Dus dat zijn ook randvoorwaardelijke zaken. Maar je kunt niet zeggen, omdat een horecabedrijf anderhalf meter protocol heeft, kan het open. En wij gaan ook dat protocol niet goedkeuren of afkeuren. Wij zeggen, als het open zou kunnen, je moet je aan deze en deze hygiënische en anderhalve meter voorwaarden houden. En dan helpt hen zo'n protocol om dat ook in te vullen. Een andere is, in het OMT-advies stond dat tandartspraktijken weer open zouden kunnen. U heeft daar niets over gezegd. Nee, maar dat is al zo. Die zijn zelf dicht gegaan, die mochten open blijven. Die hebben zichzelf gesloten. Dus tandartsen en mondhygiënisten, die konden al open. Oké, Hart van Nederland en dan tot slot daar in de hoek. Ja, in de brief van het OMT stond ook in het advies dat thuiswonende 70-plus nu wel regelmatig 1 of 2 mensen mogen ontvangen. Is dat advies ook overgenomen? Ja, en dat betekent dus, ik heb niet alles genoemd, ik was al een kwartier aan het woord, maar in de brief die vanavond naar de Kamer gaat staat dat, ja. Oké, en nog een andere vraag. Dus het blijft nog steeds gehandhaafd dat als je vanaf nu met meer dan 3 man de straat op gaat, dat je op de bon kan worden geslingerd? Nee, alleen als je 1,5 meter afstand inhoudt. Je mag met meer dan 2 mensen op straat. Ik adviseer het niet, want het risico dat je de 1,5 meter dan moeilijker kan handhaven, tenzij je een gezin bent uit 1 huis, dan hoeft dat niet. Maar voor, laten we zeggen, vrienden die niet bij elkaar wonen, dan moet je dus de 1,5 meter handhaven onderling. En vanaf 3 personen kan dat ook worden gehandhaafd met boetes. En dat is dus tot 20 mei. Ja. U gaf zelf al aan dat het drukker wordt op straat. En ook in parken zagen we afgelopen week. Wordt daar dan ook strenger op gehandhaafd de komende periode? Of? Ja, er wordt al strenger op gehandhaafd. En er wordt niet aangescherpt? Nou, dat hoeft volgens mij niet. Dat is goed gaande. En je zag ook dit weekend dat er allerlei plekken maatregelen werden genomen. Zoals het Zuiderpark in Den Haag, bij de grens bij Roermond. Als er dingen niet goed gaan. Oké, tot slot in de hoek. Vraag over de testcapaciteit. Die wordt niet helemaal benut momenteel. U zei net dat onderwijspersoneel zich bij klachten kan laten testen. Ja. Geldt dat ook voor politieagenten en BOA's? Nog niet. We hebben het nu zover dat dus het zorgpersoneel, dat leraren net zo behandeld gaan worden als zorgpersoneel. En we kijken naar de testcapaciteit welke groep je daarna ook weer kunt bijschakelen. Op dit moment is daar nog geen besluit over. De GGD zei vanmorgen in een briefing in de Kamer dat de capaciteit er op zich voor beschikbaar is om dat te doen. Waarom gebeurt dat? Oh, dat heb ik niet gehoord. Ik kan u alleen melden dat op dat moment er geen besluit over is. Dus dan ga ik dat nog even kijken of we daar misschien al sneller een besluit over kunnen nemen. Maar tot nu toe wat ik weet is, eerst was het punt het zorgpersoneel in de ziekenhuizen kon worden getest. Nu kan ook worden getest het zorgpersoneel wat cliëntcontact heeft in bijvoorbeeld het verzorgingshuis, in de thuiszorg. Ook bewoners van verpleeghuizen die verkoudheidsklachten hebben kunnen worden getest. Want u weet, het heeft alleen zin als je die klachten hebt. Anders heeft het geen nut. Dan krijg je allemaal valse negatieve. Dus je wilt het doen als er klachten zijn. En inmiddels is de testcapaciteit nu zo groot, want er is heel hard aan gewerkt, dat je nu de lagere scholen weer open gaan, hè, de basisscholen, primair onderwijs, dat er ook ruimte komt voor die leraren als ze klachten hebben om te testen. En ik zal het even uitzoeken of het nu al zo ruim is dat we al kunnen besluiten over een verder verruiming. Dat is niet mijn informatie. Ik zie dat er nog 1 hele dringende vraag is. Wat is nou het advies voor de zomervakantie? Daar is geen advies over. Ik ga geen vakanties verder boeken. Ik had een paar dingetjes geboekt staan. Maar goed, kans natuurlijk aanwezig dat dat niet doorgaat. Ik ga zelf nog geen andere dingen boeken. Maar iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Wij kunnen niet verder vooruitkijken dan de 3 weken tot 20 mei. Maar ziet dat is echt van de mensen. Maar ziet u het voor zich dat mensen naar Italië gaan of misschien naar Waddeneilanden? Ja, wat ik allemaal voor me zie is niet zo interessant. Want we varen op zicht en dat zicht is 3 weken. Verder weten we het niet. Dus dat is echt het risico dat mensen zelf nemen. Ik zelf was niet van plan om buiten een paar kleine dingen die ik al gepland had nog meer te gaan plannen. Want dan ben ik misschien nog meer geld kwijt. Oké, dank voor uw bijdrage en u dank voor uw komst. Goedenavond. Dank.